Apex Dynamics is leverancier van tandwielkasten, tandheugels en ronsels. Al vanaf het begin hebben we roestvast stalen, oftewel RVS, producten in ons programma. In deze video gaan we daarop in. Vooral voor toepassing in de voedselverwerkende industrie, primair of secundair, is RVS een groot voordeel. De AB, AF en AE serie hebben allemaal een behuizing van RVS, ook de uitgaande as. Deze series hebben wel een zwart geanodiseerd ingangshuis en adapterplaat voor de motoraanbouw. Bij de Haagse varianten is de Haagse trap zwart gekoot aluminium. Dat is meestal geen probleem, omdat veel standaard servomotoren ook niet van RVS zijn. In veel applicaties is het van belang dat de uitgaande kant die in contact kan komen met vocht wel van RVS is. Onze AT-serie heeft ook een RVS-behuizing en een uitgaande RVS-as. Optioneel kunnen al onze tandwielkasten gesmeerd worden met zogenaamd food-grade smeermiddel. Dit smeermiddel is NSF H1 toegelaten en mag dus in de voedingsmiddelenindustrie worden toegepast. Steeds meer servomotorfabrikanten komen met een volledig RVS motor. Deze hebben bijna altijd een ronde uitgaande flens. Hiervoor heeft Apex Dynamics speciaal een nieuwe serie uitgebracht, de rechte AES of de Haagse AERS. Deze serie is standaard volledig RVS. Intussen hebben we voor de meeste RVS servomotoren een passende ronde RVS adapterplaat. De AES en AERS tandwielkasten worden standaard gesmeerd met food-grade smeermiddel en voorzien van een RVS-spi en bevestigingsmaterialen. De meeste uitvoeringen zijn ook al opgenomen in ons design tool, zodat alle informatie online beschikbaar is. Apex Dynamics is altijd al sterk geweest in het snel leveren van standaard tandwielkasten met een RVS-behuizing. Met de volledige RVS AES-serie hebben we nu ook een passende oplossing voor applicaties met een RVS servomotor. Met de volledige RVS AES-serie gaan we weer een stap verder vooruit. Move forward!